Beste kijkers, jawel, op deze mooie hemelvaartdag, 30 mei 2019. Het is vandaag een extra verwennerij van Kunst en de Kijker. Want hier in het gymnasium wordt namelijk een hele mooie lezing gehouden over 350 jaar Rembrandt. Door niemand minder dan Henk Heideveld. Kom maar mee, we gaan naar binnen. Ja, vroeger heb ik hier dus op school gezeten. En het is wel heel erg leuk om te zien hoe het nu is. Echt heel leuk. We gaan naar binnen. We gaan naar boven. Ik wil heel graag aankondigen de spreker van vandaag, meneer Heideveld. En het leuke is, wij proberen dit soort lezingen regelmatig te organiseren op school. En het kost soms best moeite om mensen te vinden die geschikt zijn, die beschikbaar zijn. Maar soms vond ik je min of meer een schat. Wat mooi. Een heel mooie presentatie geeft. Ik ben zelf ook heel benieuwd. U maakt het mij wel moeilijk, dan moet ik dat ook waarmaken. Ja, zeker. Ik heb hoge verwachtingen. Ja, uit voor uw komst, want dit is, ik vind het wel onverwacht, zoveel geïnteresseerden. En ik zal ook heel duidelijk maken waarom ik deze lezing geef en waar het over gaat en waarom ik dit, zoals het heet, kunstproject heb gedaan. Zelf ben ik al een jaar of 45 zelfstandig kunstenaar, beeldend kunstenaar in Zwolle. En het type van mijn werk laat zich vangen onder een heel algemene titel, je zou kunnen zeggen conceptuele kunst, ook wel ideeënkunst genoemd. En dat betekent dat ik niet te vangen ben op een eigen stijl, omdat mij dat als postmodernist niet zo heel veel interesseert. Ik concentreer me heel erg op datgene wat ik wil overbrengen. En als ik een idee heb of een interesseveld heb gevonden, of dat nu in mijn verleden de Holocaust was of het fenomeen gevangen in de taal God, dan wel de kunst van bijvoorbeeld Rembrandt, dan bezon ik mij op een medium om dat tot uitdrukking te brengen. En dan heb je video ter beschikking, tekeningen, schilderijen, een performance, maar ook zoals in dit geval kun je een lezing geven. En toen ik in 2004 het Rembrandtjaar in 2006 zag aankomen, Rembrandt is geboren in 1606, dus 2006 was een herinneringsjaar, dan weet je als kunstenaar gepokt en gemazeld professional dat daar vaak wat centjes liggen te wachten op goede ideeën. Dus ik heb het idee opgevat in 2004 om bij het Mondriaan Fonds een uitgebreid plan te schrijven en dat voor te leggen. En om een lang verhaal kort te maken, want we hebben al maar een uurtje vanavond. Ik kreeg toestemming om te gaan studeren, om de tekeningen van Rembrandt te bestuderen in het Rijksmuseum Prentenkabinet, Museum Bredius en Boijmans van Lijn en compositie hebben. Hè, dan begrijp je waar het om gaat als je zegt Rembrandt, geniaal. Wat doet Rembrandt hier? Het trefwoord voor vanavond is harmonie. Nou, Henk, ik vond die lezing echt briljant en je hebt echt geënthousiasmeerd en we hebben het allemaal heel goed begrepen. En ik ga ook jouw boek natuurlijk nemen. Absoluut, want dat wil ik lezen, dat wil ik zien. En betalen. En betalen over Rembrandt en de combinatie met Zwolle en met jezelf. Dank je voor dit compliment. Ja, daar zijn wij Zwollenaren trots op. Dankjewel Henk Heideveld. Graag gedaan. Ja. Nou mensen, ik heb het boek van Henk Heideveld en daar ben ik super blij mee. En ik wens jullie een hele fijne hemelvaart. Dit was Mariekus met Kunst en de Kijker van RTV Focus. En daar gaat Henk Verheijdenveld met zijn mooie auto weg. Dus het was leuk. Doei!